Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Hier is ze dan. Mijn nieuwe kitten. Genaamd Yogas van Almis Normal. Mijn naam is Barat en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Het is eindelijk zover. We gaan het katje ophalen. Het is eindelijk tijd. Ik weet nu een week dat ik de kitten ga halen. Dus het is een week lang wachten, afwachten en met spanning voor de dag van vandaag. Maar voordat we haar gaan ophalen, hebben we hier de kittenkamer gemaakt. Zodat ze hier rustig op haar gemakje kan gaan wennen. Ik ga jullie heel even meenemen met hoe die kittenkamer er dan uitziet. Ik ben er gisteren echt 3 uur mee bezig geweest of zo. Maar goed, dit is wat we hebben. We hebben een mooi krabkartonnetje. Een kussentje om voorop te liggen. Wijn. Een prachtige krabpaal. Een mandje. Een vriendje voor haar. Schoonmaakdoekjes. Gewoon mijn fingerboard setup ook hier. Want dit was mijn fingerboardkamer, maar die gaan we heel eventjes veranderen naar even de kittenkamer, zodat ze goed kan wennen. Dan hebben we daar een prachtige kattenbak. En dan een mooie hangmatje voor op de radiator. En als klapper op de vuurpijl, als super duper coole, epische, ultra chillplek, heb ik hier een caveje gemaakt, een soort van een greenscreen die ik nooit gebruik. En we hebben daar kussentjes en zo. En dan kan ze daar lekker in zitten en lekker chillen. Dat wordt haar plekje. En dan hebben we alleen nog haar voer en zo. En die gaan we denk ik hier neerzetten of ergens hier in de kamer. Dat is in ieder geval de kittenkamer. Dan gaan we er nu gewoon ophalen. Het is er gewoon tijd voor. Let's go! Nou, hier gingen we er dan ophalen. Het was eindelijk zover. Ze is inmiddels 9 weken. Op 8 maart is ze geboren. En het leuke van deze kat is dat ze een wit puntje op haar kont heeft. Want haar zusje leek heel erg op haar. Maar door die witte punt konden we haar en haar zusje uit elkaar houden. Ze zit hier lekker te spelen met de balletjes. En ik merk nu ook al dat ze daar heel erg van houdt. Dit is Mama Poes. Die is natuurlijk ook super mooi. Maar terwijl ik Mama Poes aan het filmen was, was onze kleine Dondersteen ook nog weer wat aan het doen. En dat kan je hier zien. Wat ben je aan het doen, beest? Ik was een reisje. Oh god. Nou, dan gaat ze. Zo over de hele bus. Hup, ze vindt het best. Ze vindt het allemaal maar prima. Oh. En daar ging ze dan, samen met mij en mijn vader, mee naar huis. Het nieuwe huisje van onze kitten. Ze gedroeg zich eigenlijk best wel goed. Dat had ik niet echt verwacht. Ik had verwacht dat ze wel wat drukker zou zijn en zo. Maar ze was heel rustig. Ze was gewoon aan het verkennen. Hier en daar een miauwtje. Maar het ging helemaal goed. Nou, Kuntil ligt ze lekker. Ze is wel lekker chill. De autorit. Oh, al geen miauw, hè? We hebben nog 23 minuutjes wat we moeten rijden. Dan zijn we thuis. Dan gaat het allemaal gebeuren. Met Nicki Minaj op de achtergrond. Super nice. Zo, dit is de tuin, hè? Ja, en dan hebben we dan de woonkamer. Zo, kun je de woonkamer even checken. Hier hebben we een grote, hele grote eigen persoonlijke krabpaal voor jou. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Hier is ze dan. Mijn nieuwe kitten. Genaamd Nora. Oh, je komt er ook gewoon gelijk uit, joh, Dondersteen. Ik heb video's gezien dat ze 3 uur lang wachten, maar deze Dondersteen komt er gewoon gelijk uit. Ja. Oh. Wat is ze nog klein. Wat schattig. Kijk. Doe hem maar even in. Zo, laat hem maar even in, want ze verzet zich. Helemaal erin. Zo. Ja, goed zo, goed zo. Kijk, doe maar iets verder op. Dan weet ze het. Ja, oké, okay, nu weet ze het. Nu weet ze hoe het werkt. Hallo, Liefie. Oh, mijn spiegel. Is dat mijn zusje of mijn broertje? Wat doe jij hier? Hey, wat is dit? Nagels krammen. Zo, wat is die partij? Wat is die partij met spieren? Hey. Ja. Oh, jongens, ze heeft de cave gevonden. Ja. De cave. De green screen. Wij gaan haar nu opvoeden. We gaan haar gewoon eventjes lekker laten ontdekken. En dan gaan we strakjes met de knuffelen en spelen. En dat wordt allemaal superleuk. Oh. Oh, oh, oh. Dat is een zacht mandje. Oh nee. Nee, dat is niet goed. Het is een beetje te zacht. Een beetje te zacht. Wat is dit? Dit zijn fingerboard spullen, Nora. Dat ken je nog niet, maar dat is wel heel leuk. Ja, heb je zo'n rondje gedaan in de kamer? Het mooie wat je hier al kan zien is dat de staart nu al omhoog gaat. En dat na de 5 minuten dat ze hier is, is echt heel bijzonder. Oh. Ze gaat alles ontdekken. Wat is dit ongelooflijk schattig.
Yo guys, ik ben dus nu bezig met het monteren van de video die jullie nu aan het kijken zijn. Maar kijk wat er ondertussen gebeurt. Er zit hier een mormel achter mij. Die is mij aan het aanvallen de hele tijd. Ja, dan kan je wel heel schattig gaan doen. En je nagel zit gewoon in mijn kont, hè. Au. Ze zit de hele tijd hier. Ik vind het zo cute. Oh. Ze zit echt letterlijk achter mij op mijn stoel. Dit is het beste wat ik kan wensen. Kijk hoe cute het is. Nou, ik ga weer door met editen. Doei, veel plezier met de video verder. Nou, voor het feit dat ze al na 5 minuten aan het spelen is in een vreemde kamer, dat is echt wel bizar. Oh! Die nageltjes zijn vol in mijn been ook. Au! What the fuck hoor ik nou? What the fuck? Huh? Hoe hoor ik nou iets bewegen? Serieus? Ja, jij toch ook? Wat in dat grid? Of is het zo'n tas die beweegt? Ja, dat zal het wel zijn geweest. Ja. Dit is er dan, hè? Kijk wat een prachtig weesie. Ze moet natuurlijk nu de komende tijden even wennen van hoe het hier is allemaal. En ze gaat denk ik alles rustig op haar gemakje onderzoeken. 12 seconds later. Trapje, 1 seconde later besluit ze om dus wel te gaan ontdekken. En daar is ze dan. Nu al hier. Hoe ze ook loopt met dat hoofdje zo omhoog. Alles moet ze zien. Wat een beide handje. Oh. Kijk, daar ga je, de beide handjes. Oh, ze zit nu bij de beddenbots. Nou, we hebben een ontdekkingsreiziger, hebben we. Dat wordt misschien toch wel op de scooter, pap. Ja, wie weet. Hoi. Hallo. Maar nieuwe dingetjes. Ja. Allemaal nieuwe dingetjes. Bed. Dit is het bed. Je kleurt er goed op. Nou, dit is een speelkoningin hoor. God, mijn bed al. Oh, je bent er nu al aan het slopen, hè? Ja. Hé, Nora? Hé? Messi? Het enige wat ze wil doen is spelen. Het is ongekend. Het is ongekend. Ik heb heel veel video's gekeken hoor van kittens voordat we de namen. Over wat je allemaal moet doen en dat je de ruimte moet geven en dit en dat. Nou, daarin zaten video's dat ze soms al 3-4 uur gewoon in die bak bleef zitten. Maar wat doet deze? Ze stapt er direct uit en na 5 minuten, 10 minuten zit de staart al omhoog omdat ze zich op hun gemak voelt. Moet je kijken wat ze doet ook. Ik ga er even alleen naast doen. Jullie gaan even zien wat ze gaat doen. Hallo, ben je er weer? Ik zweld al. Oh. Oké, dit kan ook. Nora, wat doe je? Nora. Oh, ze heeft mijn stoel eens gevonden hoor. Ik had hem net ook op de stoel laten gaan. En dat zit... Oh, natuurlijk is dat wel het plekje waar ze gaat liggen. Natuurlijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Er komen hoogstwaarschijnlijk genoeg filmpjes nog van Nora. Moet je kijken hoe ze er ook bij liggen. Maar ongelooflijk cute. Op mijn setup. Echt heerlijk. Ik ga super genieten van dit beestje natuurlijk. Ik hoop dat jij deze video toch wel leuk vond. Het is een keertje iets heel anders dan dat ik normaal doe. Dankjewel voor het kijken. Doe even een likeje als je de naam leuk vond. Als je het katje schattig vond. Dus dat betekent dat iedereen die dit kijkt, moet ook liken. Ze heeft haar plekje gevonden en dat is in mijn kamer en dat vind ik helemaal niet erg. En ze knippert het. Oh, ik smelt. Ik ben verliefd. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Make you wanna dribble dribble, you know.